Dus, oh! Oh! Ik... Woo! Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Thornton Farm. Hey, de vorige keer, dat was vorige week, hebben we natuurlijk die kassen gebouwd, zoals wat je hier kunt zien. Ik heb even de tijd doorgespoeld. Ik zag ook dat de mensen een beetje zeiden, ja, je bent maar een klein beetje aan het cheaten met betrekking tot de aardappels en de suikerbieten. En dat, ja, dat klopt eigenlijk wel, want het gaat echt heel hard, zoals je kunt zien. Maar... als we nou alvast wat varkensvoer kunnen maken, dan wordt dit gewoon aangepast en dan pleuren we het daarin. En dan kunnen wij op die manier kunnen wij. Hoe heet het? Dat graan en zo, dat kunnen we ook allemaal daarin gooien. Dat laden we straks eventjes op. We hebben hier natuurlijk ook mais en. Wat is het? Sojabonen. Maar volgens mij moet het allemaal die kant op. En katoen. Het is een hele mooie mod. Alleen inderdaad, het is misschien wel behoorlijk wat cheat. Omdat het natuurlijk heel hard gaat. Maar dat gaan we dan ook veranderen zodra wij de velden natuurlijk ook hebben ingezuiverd met onze eigen aardappels en suikerbieten. Ja, en de landscaping is een groot drama, want ik zag ook wel dat, ik heb even mijn telefoon erbij gepakt. Theo, die had drie reacties achtergelaten. Hij zegt, je hebt volgens mij veld 3/4 geleased. De veldnummers staan in de derde kolom, niet in de eerste. Als je een veld leest, wordt het veldnummer toch blauw. Dan zie ik ook nergens op de map. Ik vermoed dat je helemaal niks geleased hebt, omdat je geen geld genoeg had. Op 3856 heb je 6811 euro en op 4207 heb je dat nog steeds. Je hebt dus niks geleased. En dan zegt hij ook nog, op deze map kun je eigenlijk alleen bouwen op de boerderij. Verder is alles schors en scheef. Misschien is de schuren met de deuren verkopen, als dat kan. Die staat toch leeg. Dan kun je daar kassen bouwen of misschien op dat veld 4. Daar kan je dingen plaatsen, zei je zelf. Ja, dat is dat stuk tussen veld 3 en 2. De 32.000 liter silo die bij de koeien ligt, laat hij helemaal niet zien in het menu. Alleen bij de stal kun je dat zien. Er zit ergens 47.000 liter stro in de silo, maar vraag me niet welke. Nou, dat idee heb ik dus ook. Daarnaast waren er heel veel reacties over die kassen. Ja, het is wel echt iets als ik nou al kijk hoeveel we hier eigenlijk nog al hebben. Maar ja, we hebben het eigenlijk even allemaal nodig voor, zodat we de varkens eten kunnen geven. En toen zei ik net, dacht ik net aan mezelf, wat we ook kunnen doen. Kijk, want hier is het wel vlak. Als we alles wat hier is, dat zou er waarschijnlijk helemaal niet uitzien. Maar als we alles gewoon hier vlak maken tot aan die kant, dat we hier die kassen plaatsen in plaats van daar. Dan kunnen we daar dan gewoon makkelijk bij komen. Dus misschien is dat ook wel een idee om dat te doen. Ook weet ik dat er een nieuwe update is van Hof Bergman. Maar er zijn heel veel mods wat gewoon niet werkt met de nieuwe update van Hof Bergman. Dus voorlopig gebruik ik die gewoon niet. Want dat vind ik gewoon zonde. Want dan moet ik weer allemaal mods moet ik allemaal weer weghalen. Die ik eigenlijk altijd al gebruik. Omdat anders Hof Bergman niet werkt. Ja, dat is een beetje vaag. Dus nee, dat gaan we niet doen. Maar wat we dus zouden kunnen doen is deze drie kassen verkopen. Dan hebben we hier gewoon even, maken we gewoon een grasveld van en dan zien we het wel. En dan maken we aan deze kant, maken we alles vlak tot en met hier. We moeten alleen even die bomen die daar staan. Laten we die bomen even gewoon weghalen. Alhoewel, we kunnen het natuurlijk ook even op de... Kijk, als we het kunnen zagen, dan kunnen we ook even wat extra geld verdienen. Dus laten we ze maar even omzagen. Dan krijgen we een klein beetje extra geld, want we hebben maar 13.000 euro. Zo. Oh. Maar voor mij is dit zo'n boom met allemaal vreselijke takken. Voor mij klopt er iets niet. De hele bovenkant is er in één keer af. Nou, dan moeten we die takken er maar even afzagen. Ja, dit zijn van die klotenbomen met al die takken. Maar ja, goed. Die. Nee, hè. Ik moet alleen die tak hebben. Zo. Kijk, dan is die boom gezaagd.
Haal ik dit stukje er even af, dan is die ook weg. Hier even alle takken weghalen. Kijk, dan kunnen we dit gewoon verkopen. Het zal wel niet veel opleveren, maar alle kleine beetjes helpen. Zo. Nee, ik wil alleen die tak hebben. Oh, dit zijn echt van die klotenbomen. Even kijken, dan wil ik die hebben. Alle tweede takken eraf. Dan moet even al die... Want voor mij halen we al die takken gewoon weg, hoor. Dan hebben we alleen die grote stukken over. Als ik nou eens even optil, dan moet ik ze even aan de kant leggen. Maar dan weet ik het zeker. Want voor mij zijn al die takken die we eraf hebben gezaagd, het meeste is eigenlijk weg. Denk ik. Zo. Nee, maar ik denk dat dat het beste is. Want het ziet, ik hoop dat het allemaal een beetje mee is. Want ja, deze map is behoorlijk scheef. Je kunt niet echt overal allemaal mooie dingen neerzetten. Dat kan alleen zeg maar op de boerderij zelf, zoals hier. En dan kunnen we dit gewoon doortrekken naar boven. Dus ik wil eerst even opslaan. En ik ga dat gewoon proberen. En dan kunnen we wel met behulp van een timelapse doen. Want ik, ja... dan verkopen we eerst even deze kassen. Want ze hebben alleen water nodig volgens mij. Dus verkopen. En die ook verkopen. Dan kunnen we alle die pallets die kunnen we zo meteen aan opruimen. Dan maken we hier gewoon weer een grasveld van. En dan hoop ik dat dit een beetje goed gaat. Dus ik doe even mijn camera weg. En dan probeer ik hier een beetje een timelapse van te maken. En even kijken of ik het een beetje goed kan doen. Want je hebt er natuurlijk wel een hele hoge richel zoals hier. Maar ja, als wij het ongeveer net zo diep kunnen doen als hier. Ah, dan kunnen we best wel wat pallets, best wel wat van die kassen kunnen we wel kwijt. Dus be prepared, dan ga ik weer met mijn met mijn landscape, daar ben ik niet zo goed in. Maar dat gaat goed komen. Gaat goed komen. Nou, ik weet niet waarom ik deze heuvel niet weg kan krijgen. Als iemand het weet, let me know. Ik krijg dit, alles is vlak, behalve weer dit stuk. Ik weet niet waarom dat. En ik vond het wel een beetje leuk, een beetje van die kale bompjes neerzetten. Ik wil het nog wel een beetje mooi maken. Maar, nou is de vraag, want eigenlijk mogen wij die kassen die we eigenlijk hadden neergezet, die gaan wij eigenlijk verplaatsen. Dus in principe... Morgen wij ze gewoon weer terughalen. Want ik weet niet hoe duur die dingen zijn. Want voor mij hadden wij de grootste. Dus als we eens even gaan kijken. Broeikassen. Voor mij was dat deze. Large moet ik hebben. Small. LS. Medium multicorner with pallet output and left hand side. Oh, dat is right side en left side. Dat kan ik nog kiezen. Kijk, als we bijvoorbeeld... maar dan moeten we die andere hebben. Deze. Kijk, als we er dus eentje zo neerzetten. Ze kosten 10.000 euro. Kijk, dan zetten we er gewoon hier eentje neer. Aan deze kant. Zo. En de andere zetten we dan aan deze kant.
Jammer dat ding in de weg zit. We zetten deze gewoon hier neer. Ik zou eigenlijk een beetje een lijn hebben. Zo, dan hebben we die dus. Ja, dan mogen eigenlijk 20.000 euro. Want ja, we zetten ze eigenlijk weer opnieuw neer. Dan kunnen we dus hier. Dan hebben we er nou wel 2 in plaats van 3. Moet even kijken wat we gaan doen. Die wil ik hebben. Wat is handig? Fruit en veggie. Ja, ik denk dat we dan dit moeten doen. Want het graan, dat kan wel. Laten we eerst even dit staan voor zoals het is. Dan hebben we in ieder geval hier een stuk vlakker. En het ziet er ook wat mooier uit. Behalve jammer van die dikke vrat in het midden. Dat is wel weer jammer. Maar ja, op de een of andere manier krijg ik die niet weg. Dat is wel jammer. Maar dan pakken we nou even de valtra weer. En dan laden we toch nog eventjes die pallets op. En die pleuren we dan in de... In de machine. Dan kan dat in ieder geval aan de gang. En het is trouwens ook zo waarom ik geen mest krijg. Ik moet namelijk de mestding, moet ik zeg maar, plaatsen. Die mesthoop, weet je wel, waar dat naartoe spawnt. Die moet ik neerzetten als ik vaste mest wil hebben. Dus die moet ik eigenlijk eventjes neerzetten. Ik weet niet hoe duur ze zijn. Want die moeten we wel eventjes hebben. Dan laten we eventjes die pallets op. Dan doen we dat nou nog eventjes met het handje. Moet ik even kijken wat alles is. Dit is mais. Blijkbaar hebben we ook katoen. Ik weet niet waarom we ook katoen hebben, maar het zal wel. Katoen laten we wel eventjes hier. Zo, laten we dit eventjes op. We kunnen zelfs nog 3 pallets naast elkaar doen. Mais. Dit is sojabonen. Dan hebben we hier ook sojabonen en mais en sorghum. We pakken maar gewoon alles. Ik weet niet, dat sorghum is natuurlijk ook wel makkelijk voor de kippen. Dus we nemen het maar gewoon mee. Zo. En dan gaan we wel kijken wat de machine aanneemt en niet. Kijk, want dan hebben we dus hier gewoon weer, maken we hier gewoon weer een grasveld van. En dan hebben we alles gewoon daar bij de varkens. Dat is toch en een mooiere plek. En het is niet zo gobbelig. Alleen jammer dat die dikke vrat in het midden zit. Dus als een van jullie mij kan vertellen hoe ik die dikke vrat wegkrijg, zou ik dat heel fijn vinden. Want op een gegeven moment, als wij namelijk die dingen hebben, die mesthoop zeg maar, dan moet, vind ik ook dat wij dan een regel moeten zeggen van, als wij die kas willen gebruiken, moeten wij ook vaste mest erin doen. Anders is het te makkelijk. Eigenlijk. Alleen ik weet niet hoe duur zo'n mesthoop is. Want die zou waarschijnlijk wel hartstikke duur zijn. Dus daar hebben we nog geen geld voor. Denk ik. Ja, maar die suikerbiet en die aardappels, dat is wel echt heel hard gegaan. En ik heb 1 nachtje geslapen, hè. Dus kan je nagaan hoe snel dat gaat. Zo. Ja, dat is net als wat Theo zegt. Dat is een nadeel van deze map. Het is een hartstikke mooie map. Het is allemaal wel krap, zoals met die hekjes en zo. Ja, en de map is schots en scheef. Waarom is alleen de boerderij vlak en de rest niet? Kijk, natuurlijk, het geeft sfeer. Maar als je wat wil bouwen, dan wordt het best wel lastig. Dus, ja. Ja, ja, ja. Ik heb trouwens mijn licht niet aan. Ja, maakt ook niet uit. Zo, dan pleuren we dit gewoon hier neer. Brengen we dat naar de machine toe. En moet eigenlijk even kijken, want ik weet dus niet of wij al een veld hebben geleased of niet. Theo had erover dat het niet het geval was. Ja, en dat katoen moet maar even kijken wat we daarmee gaan doen. Ja, en ik weet dat Mark het ook al wel eens zei, dat die Engelse mappen, dat is altijd een goede rotzooi. Waarom heeft zo'n boerderij in één keer een oude auto daar staan en een container met dumpzooi en een oude bus? Waarom staat dat daar? Weet je wel, zoiets.
En dat zeg ik niet om deze map af te kraken, want ja, Thornton Farm is wel echt een van mijn favoriete mappen. Het is alleen jammer dat, dat alles gewoon schots en scheef is. Dat is echt jammer. Maar hier is in principe alles gewoon mooi vlak. Dat is dan wel weer een voordeel. Nou. Zo, dan pleuren we dit hierin. Kijk, ik weet niet wat erin gaat en hoeveel erin gaat en zo. Zit het vol? Kijk, wat de kippen of de varkens hebben ook niks geen eerder meer. En ik heb trouwens een nieuwe mod toegevoegd. Time saving stock check. Met eieren, melk, kuilvoer, hooi, drijfmest. Waar je dat het beste kunt verkopen. Alleen ik begrijp niet waarom er geen tarwe zo in staat. Kijk, de max month is in maart. In maart wordt het beste verkocht. De prijs momenteel voor eieren is 72,75. 42,75. De maximale prijs is 4200. De maximale value wat we dus extra krijgen is 500 euro. En in maart kunnen we dat het beste verkopen. En het beste om te verkopen is bij de boerenmarkt. En de prijs wat momenteel wordt verkocht is dit. En je ziet dus als we nou hooi verkopen van wat wij nu hebben van 120.000 liter. Dan verdienen wij als het goed is 23.000 euro aan. Volgens mij zit dat zo. Dacht ik. Dus dan kun je dat in één keer zien. Dan kun je het meteen uitrekenen. Dat is op zich wel een goeie. Even kijken. De aardappels. Aardappels varkensvoer. Maar waarom doet hij dat niet? Geen gerst, geen koolzaad. Moet dan mais aanzetten of zo? Want we missen nog gerst en koolzaad. Zie ik. Want waarom gaan deze er niet in? Aardappels. Op zich valt er nog wel mee hoe snel dat gaat dan hoor. Dit gaat er niet in. En dit gaat er ook niet in. Dit is haver. Nou, dan zetten we die wel even hier neer. Ja. Moet even kijken hoe we dat moeten aanzetten. Want we missen dus nog een paar dingen. Ja, en dit bosje krijg ik ook niet weg. Ik weet niet waarom. Maar die vrat, daar erg ik me dood aan. Dat wel. Even kijken. Want wat hebben wij nodig? Wij moeten sowieso nog gerst en koolzaad hebben. Dus gerst en koolzaad. Moet even kijken. Gerst en koolzaad. Ja, dat kunnen we hier niet uithalen. We krijgen wel tarwe, zorgen en haven. Maar geen koolzaad. Carif crops. Hebben we ook niet nodig. Dus ik denk dat we sowieso deze moeten aanzetten. Activeren. Hebben we sorghum, tarwe. Ja, die haven kunnen we dus niet verkopen. En deze. Activeren. Dan moeten wij dus zelf. Oh, wacht even. Heb ik dat nodig? Ja, dan heb ik het verkeerd gaan. Wacht even. Deze moet uit. Deactiveren. Dan moet in die andere. Root crops. Oh. Activeren. Kijk, dat wordt dus nu daar geproduceerd. Dan hebben we dat. Alleen missen we dus inderdaad nog gerst en koolzaad. En ik weet zo niet wat wij zelf nou hebben gedaan. Sojabonen. Wat hebben we in onze eigen velden? Nee. Tarwe. Is niet helemaal handig. En in 22 hebben we koolzaad, dus dat is wel goed. Ja, we moeten eigenlijk een nieuw veld hebben. Maar we kunnen dus wel een veld leasen. Alleen op de een of andere manier heb ik daar dus geen geld voor. Maar er staat wel in possession. Maar is dat dan voor mij of zijn die al geleased? Maar voor mij zijn die al geleased. Als we dus kijken, bijvoorbeeld als wij veld 5 gaan leasen. Dat kost 223.000 euro, denk ik. En per dag kost het 22,38. Dus ik denk dat wij. Als ik eens op lease druk.
Kijk, lease farmland 5 voor €22.380. Wat €2.238 per dag is. Hoeveel centjes hebben we eigenlijk? 18.000. Dan moeten we eigenlijk een kleiner veld hebben. Kijk, we hadden natuurlijk veld 15, hè. We hadden veld 15. Veld 15. Lease. Kijk, veld 15 zouden we wel kunnen leasen. En daar zit momenteel gras in. Alleen, ik weet niet of wij dat eruit krijgen. Dat is een beetje het probleem. Maar wat nou wel bijvoorbeeld, wat we wel kunnen doen, als we nog een extra kast erbij kopen. Aan deze kant, of in het midden, of daar. En we zetten daar, hoe heet het? We zetten daar bijvoorbeeld koolzaad en olie en zo in. Daar kunnen we daar natuurlijk olie van maken, want we hebben de oliefabriek. En dan kunnen we op die manier wat makkelijker geld verdienen. Maar aan de ene kant is dat misschien wel een beetje cheaten. Maar laten we eerst even dat hout verkopen. En dat haven. En dan gaan we even verder kijken. Want ik heb allemaal dingen. Ik wil natuurlijk dat die varkens natuurlijk eten hebben. Alleen dan zit ik even te denken. Ja, wat is nou het beste om te doen dan? Want we hebben nog, wat was het? Koolzaad en sojabonen nodig. En dat hebben we niet. Dus ja, dat is wel een dingetje. Nou, laten we eerst even kijken waar we dat hout kunnen verkopen. Ja, dan kan ik toch ook hier kijken. Kijk, nou staat er wel drijfmest, kuilvoer staat erbij, maar geen hout. Ja, hout. Hout. Oh ja, dat staat natuurlijk niet. We moeten de... Dat is de veehouder. Waar is de... Dinges. Paardenschuur. Oliemolen. Farmstore. Zuivel. Biomassa. Waar is de spinnerij? Waar is de houtzagerij? Hebben we een houtzagerij hier? Supermarkt, boerenmarkt, voetwegwinkel, zagerij. Daar moeten we dus in. Dan verkopen we daar ook wel even die haven. Dan rijden we daar even in. Nou, hier is een zagerij. Ik heb trouwens die pallet met katoen heb ik ook meegenomen. Dan kunnen we hier in ieder geval het hout verkopen. Dat zou ook wel niet veel zijn. Moet oppassen niet water in rijden. 525, joh. Kijk, en dan hebben wij dus nog haver en katoen. Haver is het beste bij de Farm Store B2. Volgens mij is dat hier. En de... Even kijken hoor. Katoen. Ook bij de Farm Store B. Voor mij is dat hier. Farm Store B. Of is dat helemaal... Oh nee, dat is helemaal aan de andere kant van de map. Nou, dat is op zich niet zo erg. Dan rijden we daar gewoon even in. En dan moeten we eigenlijk eventjes een plan maken hoe wij het snelste aan die twee gewassen komen die we nodig hebben voor de varkens. Want de varkens, die wil ik natuurlijk... Het mooiste zou zijn als we iets van een slagerij hebben ofzo. Of, is er al een slagerij, jongens? Is daar al een mod voor? Ik heb wel eens een mod gezien dat je daar dieren naartoe kunt brengen of iets. Maar voor mij is dat niet wat we bedoelen. Maar ik bedoel ook gewoon daadwerkelijk een slagerij waar we vlees van krijgen. Volgens mij bestaat die mod nog niet. We kunnen ze alleen verkopen bij de veehandelaar. Dus dat is wel een nadeel. Want ik weet dat je met vlees, dat je daar toen het heet met FS19 heel veel geld aan kon verdienen. Ja. Ik weet dus niet of er een slagerij bestaat. Qua mod. Ja, dat zien we dan wel. Laten we eerst maar even dit verkopen. Want we hebben de twee... Zo, die komt hard aan, Rijn. Laten we eerst maar even deze twee verkopen. Zo. Eens kijken hoeveel dat oplevert. En dan gaan we even verder kijken. Ah, toch nog €8.000.
Niet slecht. Nou, dan rijden we even naar de boerderij weer. En dan moeten we even een plantencampagne trekken. Want ik merk wel aan mezelf dat het behoorlijk chaotisch is. In totaal. Maar dat was de vorige aflevering ook. Want ik daar zoveel ideeën heb. En dan wil ik dit weer doen. En dan wil ik dat weer doen. Maar ja, het geld is er nog niet voor. Dus rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Dat moet ik ook nog wel eens doen hoor. Want ik weet wel, Kirby is volgens mij qua praten en ideeën en zo, is wat rustiger als Thornton Farm. Tenminste, dat idee heb ik en volgens mij heb ik gelijk. Maar laat maar weten in de reacties. Dan gaan we nou de andere kant op. En dan gaan we eerst eens even goed nadenken wat nou het beste is. Want ja, eigenlijk moeten we een nieuw veld erbij hebben. En leasen, dat kost een bult geld. Maar het is wel zo dat melk, dat verkopen we elke nacht om 12 uur. En dat is rond de 7 à 8000 euro. Als we dus een veld kunnen leasen van 2000 euro, ja, dan verdienen we die leasekosten. In principe verdienen we die wel terug. Dus dat is wel een idee. Maar dan moeten we alleen even kijken welk veld nou geschikt is om te doen. Want veld 15 is volgens mij een grasveld. Zit hier aan de rechterkant. Ergens. Want die was al van ons, maar die hebben we toen verkocht voor 80.000 euro. Even kijken, want je hebt hier veld 11 en daarachter is veld 15. Dat kunnen we net niet zien. Laten we er heel veel naartoe rijden. Of lopen bedoel ik. Even een sprintje trekken. Ja, het is een grasveld. En je kunt er via twee kanten in, via deze kant en via die kant. Het is wel heel hobbelig hier. Het is geen groot veld. Maar misschien helpt het wel. Je hebt nog veld 12 en veld 13. Ja, het mooiste zou zijn als je natuurlijk deze muur eruit kon slopen. En dat je ze aan elkaar kon maken. Maar ja, we gaan even rustig kijken zo op de map. Wat nou het beste is om een veld te huren. Want dat moet natuurlijk ook niet te duur worden. Want dan gaan we failliet. Alright, even rust in de tent. Wat we ook nog moeten hebben, dan ga ik weer, is natuurlijk zo'n mester. Die is 25.000 euro. Wat een bult geld hoor. Kijk, die zouden we natuurlijk hier neer kunnen zetten. Ik hoop dat het dichtbij genoeg is. En hoezo niet genoeg geld? Dat is toch 25.000 euro? Kan ik hem niet... Je kunt hem alleen 90 graden draaien, hè? We zouden hem hier kunnen neerzetten. Hier zo. Is op zich wel een leuke plek. Daar moeten we ook twee in. Of zo om. Dan is dit een betere plek. Ja, en anders. Misschien moeten we dan toch ook maar wat geld gaan lenen. Om een veld te huren. Want ik wil even kijken. Wat hadden we ook alweer nodig? Gerst of koolzaad. Ik weet niet of er een veld is met gerst of koolzaad. Mag ik heel veel gras uitzetten? Is er een veld met gerst of koolzaad? Veld 5 is met gerst. En veld 22 van onszelf is met koolzaad. Dus dat kunnen we in principe in de machine gooien. Alleen veld 5, als we die willen kopen, is 197.000 euro. Of land 6, of land 5, weet ik veel wat. En als wij veld... Wat is dat dan nou? Nou is het even de vraag. Is dit nou veld 6 of is dit nou veld 5? Veld 6 is dat. Als we die willen leasen, kost 19.000 euro. Voor 1977 euro per dag. Klinkt als een goed plan. En dan lenen we wat geld om die mest op te doen. En elke keer als wij de melk hebben verkocht, dan kunnen we de lening terugbetalen. We hebben niet zo'n hele grote lening nodig. Dus laten we die leasen. Die hebben we nou. Veld 5 is geleased. Dus dat klopt. Dan hebben we nu 6.000 euro. Dan gaan we naar de bank toe. En dan wil ik 25.000 euro lenen.
Dan kunnen wij in ieder geval die silo aanbouw neergooien. Hier zo. Hij staat alleen niet helemaal recht. Maar dit staat wel recht, maar... Maar je hebt geen andere of zo, hè? Je hebt alleen deze. Ja, mesthoop aanbouw. Ja, want ik kan hem alleen maar 90 graden draaien. Dus ja, dat wordt een beetje lastig. Is er misschien nog een andere plek die we kunnen plaatsen of zo? We zouden ook vanaf deze kant gewoon naast de andere hoop. Is wel een stuk goedkoper. Dan zetten we hem gewoon hier neer. Ja, laten we hem daar neerzetten. We hebben nog 666. Illumination confirmed. Dan wil ik hier nog even een pad maken. Dat we er naartoe kunnen. En ik vind het altijd wel leuk om... Want hier ligt natuurlijk mest. Om een beetje modder te plaatsen. Zo. Zo. Nou, dan hebben we die ook. Dan hebben we nog 6666 euro. Dan kan er in ieder geval ook mest worden geproduceerd. Als het goed is, gaat dat automatisch. Niet automatisch, maar automatisch. Want dat klinkt gewoon leuk. Wat drijfmest? Hoeveel drijfmest hebben we? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dat staat er niet bij. Kijk, en dan kijk, de mest komt er nou al in, dus dat stop. Kijk, en als we dus genoeg mest hebben, dan moeten wij dus die kassen ook aanpassen. Dat we er ook mest moeten toevoegen. En qua drijfmest zitten wij op 54.000 liter. Dus in principe hebben we een hartstikke mooie limiet aan... dingen. Aan mest. Dus daar kunnen we ook slipslang gaan we mest. Alleen dan moeten we wel eigenlijk een dinges hebben. Wat is het? Geen Jack er vandoor. De voordeur stond open. Wat? De voordeur stond open. Dus ik dacht echt dat Jack was weggelopen. Waarom stond de voordeur dan open? Ik heb het dan niet goed dicht, maar hij ligt nog op bed. Nou. Als de slaapkamer niet open was, dan was hij er vandoor. Hoe kun je die... Ze hebben niet goed dicht gedaan. Dat denk ik dan. Ja, gelukkig maar. Als we per direct moesten we Jack vinden. Oh, domme. Zo, mijn hart zat echt even... Nou. Trouwens, kunnen we deze... Nee, die kunnen we niet verkopen. Ik zit even te kijken. Zijn er nog dingen wat we niet gebruiken, wat we kunnen gaan verkopen? Er zijn zoveel dingen... Ja, we kunnen ook deze verkopen, hè? Want één silo hebben we meer dan genoeg aan. Dan kunnen we er nog een extra kast bij zetten. Misschien. Ja, ik zoek allemaal manieren om geld te verdienen, jongens. Dat is een beetje mijn probleem. Want ik wil gewoon lekker doorpakken. Alleen, ja, we hebben geen cent te maken. Een beetje het probleem. Nou ja, goed. Laten we ook even... Ja, we kunnen nou toch nog niet oorsen. Maar we hebben nog wel veld 5 hebben te pakken. Is die eigenlijk 100% bemest? Dat weet ik eigenlijk niet. Want hoeveel leveren die varkens eigenlijk op? Want die moet je volgens mij ook verkopen als ze 24 manen zijn, dacht ik, hè? Als de varkens 24 manen zijn, dan moet je die ook gaan verkopen. Dus dan moeten we eigenlijk ook nog een veetrillen hebben. Maar die hebben we nou nog niet per se nodig. Dat is... Dat hoeft niet. Zo. Even kijken, is dat veld 100% bemest? Veld 10 gaan we zo even aanpakken. Ik wil even naar veld 5 ingaan. Die we net hebben geleased. Veld 5. Ja, het is 100% bemest en volgens mij is het ook al bijna klaar om geoogst te worden. En dat stro, daar kunnen we natuurlijk weer gaan persen en daar kunnen we dan weer balen van maken. Veld 8 gaat ook goed, er zit tarwe op. Nou, dat tarwe, hebben wij een molen? Nee, we hebben geen molen. Maar dat maakt niet op zich niet zoveel uit.
Dan kunnen we dat tarwe gewoon verkopen voor wat het is. En ook heel veel stro. Dus ja, die pakken stro, dat levert op zich ook wel wat op. Drijfmest kunnen we ook verkopen. En volgens mij is het zo, we hebben nu 108.000 liter aan kuilvoer. Dus als we dat gaan verkopen, dan levert ons dat 62.000 euro op. Denk ik. Als iemand weet hoe dit werkt, tell me. Tell me, tell me, tell me. Zo. Dan pakken we nog even veld 10 aan en dan gaan we even slapen. We maken hier gewoon weer gras van hoor. Alsof er niks is gebeurd. Alsof er niks is gebeurd. Zo. Plant hier gewoon weer gras in. Ja, het is allemaal wel schots en scheef. Ja, dat klopt. Nou, en een weide. Waarom zit hier nou ook in een zo'n rare heuvel? Zo. Alsof er niks gebeurd is. Zo. Ik zie alleen dat het hier een beetje geploegd is. Hek dicht. We gaan helemaal niks meer doen met dit veld. Alsof er niks is gebeurd is en dat hier niks geplaatst is. Want stel als wij deze kuil verkopen. Twee kuilen vind ik een beetje onzin. Dan denk ik dat we net iets te weinig ruimte hebben. Maar dan kunnen we natuurlijk wel. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje cheaten. Ik weet het. Dan kunnen we natuurlijk wel koolzaad en zonnebloemen plaatsen. Wat we ook nodig hebben. En zouden we van de zonnebloemen zonnebloemolie kunnen maken. Als we deze verkopen. 31.000 euro. En dan broeikassen. Ja, we kunnen er dan wel. Als we hem hier neerzetten, kun je wel met de shovel erbij. Dus dat is wel een stuk prettiger. Kost 10.000 euro. Ploink. Zo. Kijk, en dan doen we hier automatic water. En dan zetten we hier oil crops. Want dan krijgen we ook koolzaad uit, hè? Want ik zie wel seeds, lime en fertilizer, seeds, lime en manure. Dus dan zou ik dus ook nog een machine moeten hebben dat ik kalk kan maken. En zaad dan. Denk ik. Als jullie dat voor mij zouden kunnen fixen, jongens. Als daar mods voor zijn, please let me know. Zou ik super tof vinden. Maar we kunnen hier nou gewoon makkelijk bij met de shovel. We kunnen er omheen. We kunnen al die pallets met de shovel oppakken. Dus dat is top. Yo, ik heb het ook het idee, jongen. Ik ben aan het ratelen. Dat is niet te doen. Maar goed, we gaan nou. Ik denk dat ik nou het meeste heb zoals ik het wil hebben. Alleen moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat wij de varkens zo snel mogelijk eten geven. Want anders groeien ze niet. En voor mij worden ze wel gewoon ouder. Dus ja, ik snap het probleem niet echt. Ben ik benieuwd, want hoeveel melk krijgen we? En hoeveel geld hebben we nog over? Kijk, 12.000 euro productiekosten. 9.000 euro verkochte melk. Dan zitten we nu nog op 30.000 euro. Hier kunnen ook niet meer kippen in, hè? Nee, we moeten eigenlijk een grotere kippenren hebben. Een grote kippenhok. Hier gaan maar 30 kippen in, dus die eieren, dat schiet ook voor geen meter op. Dat is een beetje jammer. Kippen. Ja, deze heb ik volgens mij ook in. Hoe heet het? In Kurpik. Stel als we hem hier neerzetten.
Of andersom. Ja, dan heb je een beetje hetzelfde idee. Maar dan kunnen ze gewoon rondlopen. Dus dat is wel leuk. Want die huisjes kun je weer niet verkopen, hè. Ik vind dat zo'n onzin. Kijk, het is namelijk gewoon deze. Die hier staat. En dan hebben ze die huizen neergezet voor decoratie. Maar... ja, je gaat trouwens ook 720 kip in. Maar het zal wel kunnen. Alleen het is net een beetje krap. Die eieren die spawnen aan de rechterkant. En als we het zo neerzetten, dan kan het wel. Zo hoor. Er zit alleen de trekker van het voer net buiten het hek. En dat kost 63.200 euro, hè. Ik denk dat het wel een leuke idee is. Alleen, die huisjes moeten eigenlijk aan de kant. Kijk, het is wel leuk. Het heeft wel wat. Maar, ja. We kunnen er in ieder geval overal bij. Dus dat is misschien wel een idee als we genoeg geld hebben daarvoor. Dan is het zo. Hoe is het met veld 5? Kan er geoogst worden? Nee, veld 20 nog niet, veld 8 nog niet en veld 5 ook nog niet. Maar hoe zit het met de kassen? Laten we even de shovel ophalen. Zo, dan doen we dat even als laatste. We hebben ook stro nodig voor de koeien, hè? Kijk, moet kijken hoeveel dat allemaal oplevert, joh. Voor mij kunnen we het toch ook op verspreiden zetten, toch? Dat het automatisch naar de dinges gaat. Dat we dat niet zelf hoeven te doen. Of zie ik dat verkeerd? Zo. Hé, hey, we hebben een zwevende pallet. Ja, de varkens hebben nog wel in geen eten meer. Dat is wel eventjes een dingetje. Maar eigenlijk, denk ik, zouden we ook nog een mesthoop bij de varkens moeten plaatsen. Zodat wij daar ook... kan ik die eigenlijk uitklappen? Ik zie trouwens van die dingen erbij. Kan ik die omhoog klappen? Nee, dat is alleen voor de lepels. Maar als we hem op verspreiden zetten... dan hoeven we het zelf niet te doen. Dus ik denk dat zo werkt. We kunnen wel even kijken. En misschien dat we ze wel ietsjes eten kunnen geven. Als we het zo doen. Ja, zie je. Dat is in ieder geval ietsjes eten. Vreden ze alleen maar aardappels en suikerbieten. Maar goed, dan hebben ze in ieder geval iets. Zo. Ja, die wrat, die moet daar echt weg. Want het is heel vervelend. Staat daar heel vervelend. Zo. Oh. Want de varkens hebben natuurlijk ook nog drijfmest. Hè? Dus ik denk dat wij omkomen in het drijfmest. Maar dat is goed. We moeten alleen nog die... die container hebben die we dan kunnen vullen en op het veld kunnen plaatsen, zodat we sleepslang kunnen bemesten. Zo. Ja, er zit wel collision op dat ding. Maar ik vind het wel een betere area, zeg maar, dan wat we op veld 10 hadden. Dit is ook veel groter en het is mooi vlak. Behalve jammer van deze vreselijke wrat in de weg.
Oh. Dat doe ik wel even anders. Maar hoe krijg ik die wrat weg, jongens? Kan iemand mij daarmee helpen? Hoe krijg ik dat weg? Kun je dat überhaupt wegkrijgen? Want ik denk dat hier gewoon iets van een... Ja, wat zou het zijn? Een tak of zo? Die de boel ophoudt. Ik denk dat dat het probleem is. Alleen dan moet je net die tak nog weg kunnen zagen. Dan laden we deze pellets in. En dan... Is het mooi geweest. Heb je hem verbrand? Zijn ze aangebrand? Nee. Oh. Ze zijn perfect. Mooi. We hebben van die snackjes gemaakt, want mijn nichtje is jarig en Roos is natuurlijk ook jarig geweest. Dus, oh! Oh! Ik... Woo! Maar ik heb hem al gevonden. God zal barsten! Maar we hebben dus van die snackjes gemaakt. Van die cocktailwasjes in bladen dicht. Nou, dat werkt in principe prima. Alleen, die zijn dus hartstikke goed gelukt. Gelukkig. De kippenboek, niks geëten meer. Hebben we überhaupt nog wat voor de beesten? Nee. Maar dan kunnen we wel vanaf die kassen meenemen. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar gerst kunnen we in juni oogsten. Dus in de volgende dag kunnen wij die dingen gaan oogsten. De koeien hebben momenteel 60.000 liter aan drijfmest. En de varkens zitten op 18.000 liter drijfmest. Nou, dus hebben we in ieder geval een klein beetje eten. Doe als één, echt als allerlaatste, nog even die kipjes eten geven. Met dat graan. Kijk, dat is dan wel weer een voordeel als je zo'n kas hebt natuurlijk, hè. Dan kunnen we de kipjes gewoon eten geven. Maar even kijken, want dat lichte is haver. Dus dan moeten we tarwe meenemen. En sorghum. Zo. Tarwe en sorghum en het haver, dat kunnen we dan altijd verkopen. Ja, en het automatic watering system, daar ben ik ook wel een fan van. Want elke keer kost het natuurlijk heel veel... Of heel veel tijd, valt op zich ook wel meer. Maar het kost wel tijd om... Om die kassen bij te vullen met water. En ook gaat het automatisch. Maar ja, dat kost wel geld. Dus het is maar net wat jij het makkelijkst vindt. Zo... We moeten echt een grotere kippenren hebben, want dit schiet niet op zo. Met 30 kippen. Kijk, en als ze honger hebben, dan kunnen ze er altijd wat versmiggelen. Zo. En de koeien moeten binnenkort ook weer eten hebben. Alleen, wat ik ook weer jammer vind... Er zit nou 27.000 liter aan stro in. Waar ligt dat stro in de schuur? Waar ligt dat stro in? Je ziet helemaal geen stro in de schuur liggen. Of in de stal, moet ik zeggen. Dat is wel jammer. Ja, misschien dat er nog een keer met een update komt. Als die keel met een update bezig is natuurlijk. Want het is niet officieel van Oxygen David. Maar goed. Ondanks het beetje rare gekletten en een beetje chaotische ding, jongens, hoop ik wel dat jullie het leuk hebben gevonden. Langzamerhand krijgen we nu alles een beetje op de rit. Het mes gaat ook de goede kant op. Dan kunnen we dan zo meteen, als we genoeg hebben, kunnen we dat naar de kassen doen. Dan moet ik alleen even een machine hebben om kalk te produceren en zaad te produceren. Dat moet ook volgens mij met tarwe, dacht ik. Dus ik weet dat er is een cementmolen in de modhub. Vraag me niet waarom, maar voor mij is die cementmolen in de modhub, daar kun je zaad mee maken. Dus misschien dat we die dan maar moeten gaan gebruiken. En met kalk moet even kijken, want volgens mij moet dat met stenen. En stenen hebben we natuurlijk uitgezet. Dus ja.
Daar moet je even wat op verzinnen. Jongens, mocht je dit een leuke video gevonden, mag je het belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes, ook super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Kalm!